Deze foto werd genomen op 15 april 1945 aan de Herensingel 34 in de stad Groningen. Op exact dezelfde locatie staan nu acteurs en een heuse Bren Carrier babytank, waarmee de Canadese bevrijders 68 jaar geleden de stad binnenkwamen rijden. De foto wordt vandaag gereconstrueerd. De bedenker is Joël Stoppels. De Tweede Wereldoorlog is zijn passie. Toen ik 14 was, toen vertelde mijn opa altijd al heel veel dingen over de Tweede Wereldoorlog. En daar kwam het ook eigenlijk die fascinatie vandaan. Toen begon ik met wat dingen te verzamelen, wat oorlogsspulletjes. En zo ben ik tot dit gekomen, ja. Tijdens de aprildagen van 1945 was Groningen het toneel van een bloedige strijd tussen het Canadese leger en Hitler's soldaten. Voor de Canadezen was de slag om Groningen een van de zwaarste stadsgevechten. Ter herinnering aan deze slag worden de Battlefield Tours gehouden. In een 3 uur durende wandeling vertellen deskundigen hoe het Canadese leger optrok naar Groningen. De generatie die de oorlog heeft meegemaakt wordt wel eens constant minder. En door deze dingen haal je ook weer die verhalen boven. En onder andere ook die Battlefield Tours die we geven. Lopen mensen mee die de oorlog mee hebben gemaakt. En die spullen die, of die verhalen die wij krijgen nog van die mensen, die zorgen we ook dat die in het boekwerk terechtkomen. Zodat die herinneringen ook bewaard blijven voor de derde generatie. Dat is gewoon belangrijk. Lies Boerma was 9 toen de Canadese bevrijders naar de stad kwamen. Ze herinnert zich er nog veel van. Die Canadezen die we in huis gehad hebben, maakten mijn vader foto's van. Maar ik heb ze na die tijd nooit meer kunnen, weet je wat, waar ze gebleven zijn. Nooit meer kunnen bedanken? Nee, nee. Maar nou heb ik een poster gekocht van meneer, dat stond in het Dagblad van het Noorden, van bedankt met zo'n maple leaf erop. En die plak ik voor mijn voordeur. Dat doe ik. Als je aan de schaduw kijkt, dan zie je dat hij wat meer van de rand af. En daar staat hij dichterbij. De foto moet natuurlijk zoveel mogelijk lijken op het origineel. En dus moet de tank 10 centimeter worden verplaatst. Heb je geen andere hakken mee? Eén nadeel, de acteurs zijn een stuk langer dan de mensen op de foto. Maar al met al is de fotograaf blij met het resultaat. Het is een mooie foto geworden. En op zich deed ik dit al langer met Joël toen we nu foto's maken, maar nooit met een echte Bren Carrier. Dus dat is wel heel tof. Ja.